Onze maatschappij verandert voortdurend. Het aantal kleine en eenoudergezinnen neemt toe. De bevolking vergrijst en er wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers. Kantoorgebouwen staan leeg door herstructureringen. Er is een acute nood aan meer schoolgebouwen en sociale woningen. Ontwikkelingen, zelfs ver voorbij onze grenzen, vragen meer flexibiliteit van onze samenleving, van overheden, de onderwijswereld, bedrijven en ook van gebouwen. Als een gebouw van bestemming verandert, heeft dit vandaag ingrijpende gevolgen. Een aanpassing of renovatie gaat gepaard met hinder voor de omgeving, een hoog verbruik van grondstoffen, het transport en de verwerking van grote gemengde afvalstromen en hoge kosten. Dat kan en moet beter. Door materiaalstromen al tijdens de ontmanteling te scheiden bijvoorbeeld, waardoor kostbare bouwmaterialen en grondstoffen efficiënter opnieuw kunnen worden ingezet. We noemen dit selectief slopen en het wordt vanaf 2020 verplicht voor bedrijfsgebouwen groter dan 1000 kubieke meter. De OVAM sloopte zelf een oude fabriek in Schoten en scheidde de materialen selectief. Een meer hoogwaardige recuperatie van materialen, door bijvoorbeeld de vele stalen balken in hun geheel uit de loodsen te halen om ze opnieuw te kunnen gebruiken, bleek moeilijk en duur omwille van onze huidige manier van bouwen. Als we nieuwe gebouwen toekomstbestendig willen maken, moeten we dus nog verder gaan. We moeten de manier waarop we bouwen drastisch herdenken. De eerste pijler van een flexibele aanpak is het modulair bouwen. Mobiele units laten toe om snel in te spelen op een acute vraag of een tijdelijk capaciteitsprobleem. Door makkelijk demonteerbare verbindingen zoals bouten en moeren te gebruiken, zijn de units snel weer afgebroken en elders opgebouwd. De voordelen van modulair bouwen kan je voor ons opdelen in vier aspecten. Het eerste heel belangrijke aspect is dat je het op zeer korte termijn kan realiseren. Op een paar maanden tijd staat de bouw er. Het tweede aspect is het comfort. Dat zijn zeer comfortabele lokalen die je perfect kan vergelijken met de andere lokalen in onze school of in andere scholen. Het derde aspect is het milieubewustzijn ervan. En ze zijn zeer zuinig. Heel goed geïsoleerd. LED-verlichting zorgt voor een heel mooie en ook zeer zuinige verlichting. En het vierde aspect is, mochten de noden veranderen en we de gebouwen niet meer nodig hebben, dat je ze perfect kan recycleren en dat ze op korte termijn terug weg zijn. De tweede pijler van een duurzaam bouwbeleid is het dynamisch of veranderingsgericht bouwen. Al tijdens de ontwerpfase van een nieuw gebouw kan een architect ermee voor zorgen dat het gebouw makkelijk van functie kan wijzigen of aangepast kan worden aan andere noden. Een open gebouwontwerp met een doordachte plaatsing van nutsleidingen en schachten laat veel flexibiliteit toe. Flexibiliteit in het ziekenhuis van AZ Groningen is van in het begin meegenomen en de architecten en de ingenieurs zijn van in het begin samen gaan zitten om eigenlijk een stuk technieken te verweven in het ruwbouwconcept aan zich. De grote lijn van de flexibiliteit zit hem in gans de gevelstructuur. Die is uniform opgebouwd. Over gans het gebouw kunnen we eigenlijk gelijk welke functie op gelijk welke plaats invullen omwille van de uniformiteit van die gevel en het generiek patroon die erin zit, de modulariteit ervan. Uniek aan het concept in het ziekenhuis van AZ Groningen is het dubbelgangensysteem. We hebben een patiëntenruimte of een artsenruimte, een gang, een middenzone, een gang en opnieuw een patiëntenruimte. Dat is quasi overal hetzelfde in het gebouw. Dat laat ons toe, moet er verbouwd worden in één zone, dan hebben we perfecte redundantie. De andere gang die we kunnen verder gebruiken en de functies van het ziekenhuis kunnen blijven verder lopen, terwijl er lokaal een ingreep moet gebeuren. Ook slimme materiaalkeuzes waarborgen de aanpasbaarheid op de lange en korte termijn. En wanneer een gebouw uiteindelijk toch gesloopt wordt, kunnen materialen gemakkelijker selectief gedemonteerd worden voor hergebruik. De impact van verbouwingen en bijhorende afvalstromen wordt zo aanzienlijk verkleind. Er is minder geluids- en stofhinder en minder vrachtverkeer. Bewoners of gebruikers moeten het gebouw voor een kortere periode verlaten dan bij een traditionele verbouwing.
veranderingsgericht bouwen vertrekt van het besef dat je dat enkel mag of moet doen op locaties die voldoende goed gesitueerd zijn qua densiteit, voorzieningenniveau en nabijheid van openbaar vervoer. Daarboven zijn er twee belangrijke randvoorwaarden, zou je kunnen zeggen. Het eerste is dat je een slim concept moet hebben met een stabiel dragend skelet dat voldoende sterk is en best ook iets te groot. En dat je daarbinnen dan gaat werken met een lichte, niet dragende afbouw van binnenwanden en gevelwanden die makkelijk vervangbaar en aanpasbaar zijn aan de verschillende functies. Ten tweede moet je dat ook omkaderen met een nieuw soort van regelgeving die herbestembaarheid eigenlijk al in de eerste eenmalige bouwvergunning voorziet en dat je dus vervanging van functies in de toekomst kan doen zonder telkens een nieuwe bouwaanvraag te moeten indienen. In de toekomst is een gebouw niet langer statisch, maar dankzij de aanpasbaarheid aan wijzigende behoeften zelfs verrassend dynamisch. Scholen, sociale woningen, kantoren, werfgebouwen, maar ook particuliere woningbouw en meer. Veranderingsgericht bouwen leent zich voor vrijwel elke bestemming. Samen met gebruikers, ontwerpers, aannemers, overheden en andere belanghebbenden zet de OVAM nieuwe stappen in de transitie naar veranderingsgericht bouwen. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat gebouwen gemakkelijker met de veranderende noden van onze samenleving kunnen omgaan.